Elk meisje telt. Omvang en risico van VGV in Nederland. Dit filmpje gaat over meisjesbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking. In Nederland wonen meer dan 40.000 meisjes en vrouwen die besneden zijn. En 4200 meisjes lopen het risico om besneden te worden. Dit zijn de actuele cijfers. VGV is een culturele traditie. Wereldwijd lopen elk jaar ongeveer 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. En in totaal zijn naar schatting 200 miljoen vrouwen en meisjes besneden. Hoe zit het in Nederland? In 29 landen waar VGV voorkomt, zijn vrouwen per regio ondervraagd. We weten zo welk percentage van de meisjes en vrouwen in die landen besneden is. Deze cijfers zijn gecombineerd met diverse gegevens van vrouwen in Nederland die gemigreerd zijn uit landen waar VGV voorkomt. Denk aan gegevens als geboorteplaats, leeftijd bij aankomst in Nederland en generatie. Zo hebben we kunnen vaststellen hoeveel gemigreerde vrouwen die besneden zijn in Nederland wonen. De migratie van vrouwen uit landen waar VGV voorkomt is de afgelopen jaren gestegen. In Nederland wonen 95.000 meisjes en vrouwen die zijn gemigreerd uit landen waar VGV voorkomt, of van wie tenminste één ouder uit één van deze landen komt. Naar schatting 43% van hen is besneden. Daarnaast lopen 4200 van in totaal 38.000 meisjes in de leeftijd van 0 tot 19 jaar oud het risico om besneden te worden. Zij lopen dat risico vooral als hun ouders de traditie willen voortzetten en preventieve maatregelen hen niet bereiken. We onderscheiden 4 vormen van meisjesbesnijdenis. Bij een derde van de besneden vrouwen in Nederland gaat het naar schatting om type 3, infibulatie. Bij deze ingreep wordt de vagina vernauwd. Elke vorm van besnijdenis kan levenslange gevolgen hebben voor de fysieke en psychische gezondheid van vrouwen. Om VGV te voorkomen en zorg te verlenen aan vrouwen die besneden zijn, is openheid nodig. Alleen dan is VGV bespreekbaar. Kom jij als professional in aanraking met deze doelgroep? Wees alert op meisjes en vrouwen uit landen waar VGV vaak voorkomt. Ga het gesprek open en zonder aannames aan. Of maak gebruik van sleutelpersonen die hetzelfde land van herkomst hebben. Zij kunnen een brug slaan tussen jou en de meisjes en families om wie het gaat. En werk samen met andere instanties en professionals in de keten die VGV in Nederland aanpakt. Bij de presentatie van onderzoeksresultaten is het goed om mooi afgeronde getallen te gebruiken. Die komen beter over en onthoud je makkelijker. Maar de getallen waar we hiermee rekenen staan voor vrouwen en meisjes. En die tellen allemaal. Daarom is hier de exacte uitkomst van ons onderzoek naar meisjes in Nederland die het risico lopen om besneden te worden 4190. Deze inzichten komen voort uit een onderzoek van VAROS in opdracht van het ministerie van VWS. Meer informatie op www.varos.nl/vgv.